Gisteren stonden drie gehandicapte gasten aan de deur. Echte losers. En op de koop toe waren ze ook nog gehandicapt. Ze hadden een rockgroep zonder drummer. En ze zochten dus een drummer. Ja, ik vroeg me hoe ze bij mij terecht gekomen waren. En de eerste zei dat zijn moeder aan mij gepeest had. De tweede die schreeuwde dat een hoorde dat ik goed kost te drum. En de derde die zei niks. Die zat de hele tijd te loeren naar mijn madame. Gevaarlijke gast. Dat was de zanger. En als handicap had hij een spraakgebrek. Hij sliste. Ja, normaal gezien kun je slis niet echt een handicap noemen, maar in zijn geval kon dat wel degelijk tellen. Hij had ook in de bak gezeten voor geweldpleging, voor meer dan één geweldpleging. In die tijd was geweldpleging zoals ze vak zijn.